Welkom bij Interact Learning. In deze tutorial laten we zien hoe u objecten vast kunt zetten op een bladzijde. We pakken een voorbeeld van een fotootje. Vervolgens kunnen we bij deze foto nieuwe extra elementen toevoegen ter verduidelijking of om een bepaalde opdracht te kunnen geven. We kiezen nu even voor een pijl. Er kan nu een probleem zijn als je de pijl wil verplaatsen naar bijvoorbeeld het oog, de oor of de neus. En in plaats van de pijl wordt dan het object zelf verplaatst. Om dit te voorkomen kun je het object vastzetten. Klik op het object en klik onderin op het slotje. Nu is het onmogelijk om het object nog te verplaatsen en kun je met alle gemak de pijlen verplaatsen naar de plek waar ze horen.